Hallo, ik ben Ilona van Ware Kracht. Ik ga de tarotvoorspellingen doen van 15 tot en met 31 december 2020 voor de weegschaal. Dus even kijken wat er uitkomt. Dat zijn dus echt voor de laatste 2 weken van het jaar. Ik ga dan ook uit van week 3 en week 4. In ieder geval de tijdperiode van 15 tot en met 31. Dit is het thema voor de weegschaal. Algemene energie. En voor de liefde, week 3 en week 4. Het thema voor de weegschaal is de wereld. Wat echt een schitterende kaart is. Een soort afsluiting in de plaats. Wat eigenlijk wel toepasselijk is. Want het is natuurlijk ook het einde van het jaar. Dus er is sowieso een afsluiting. Vindt er plaats. Dit is week 3, dat gaat ongeveer vanaf 15, 16 december in. Dat is zwaarde 5. Dit is de algemene energie. Dit is week 4, de algemene energie. Dat is staaf 3. Dan is in de liefde pentagram 10. Ik kan het jullie zo een beetje kunnen zien. Ik zit een beetje met het licht wat nu aan het veranderen is. Maar ik hoop dat jullie het gewoon goed kunnen zien. En dan ook nog de liefde week 4 staven, de ridder van staven. Als je kan zien, dan ik zal hem even iets hoger doen. Ik kan het volgens mij net even beter zien. Zo, ja, ik hoop dat jullie het goed kunnen zien. Thema van de weegschaal is dus voor de laatste 2 weken, de laatste periode van het jaar, de afsluiting. Iets succesvol gaan afsluiten. Dus kijk even of je iets echt achter je kan laten in deze laatste 2 weken van december 2020. Ik zit even te kijken naar de algemene energie. Dit is zeg maar week 3, dat is dus aankomende week rond 15, 16 december begint het. En dan hier kan je rond de 23, 24 december ongeveer. Dat is week 4, noem ik het gewoon gemakshalve. Daarin zie je in week 3 dat er in ieder geval algemeen is er wat kilheid. Er is wat koudheid. Er kan dus wat, dit zijn meestal problemen in de omgeving zelf. Dus er is iemand die een beetje ruzie veroorzaakt. Of er is wat oneenigheid. Of gewoon iets dat niet lekker loopt. Je loopt ergens tegenaan. Dit zijn, iemand heeft alle zwaarden, zeg maar. Dus 1 overwinnaar en de verliezers die druipen in de verte af. Het is een grimmige kaart. Dat is vaak ook niet echt een overwinning. Dus kijk even of je het kan plaatsen. Dat de komende periode voel je eigenlijk, dan kan je misschien wat tegenstand verwachten. Dus mensen zijn misschien niet helemaal eerlijk. Kan je komt wel op je pad komen dat niet helemaal lekker voelt. Maar in de laatste week, zo'n week 4 van december, kan je achteroverleunen. Dat is wel heel mooi. Dus zelfs al is er kilheid en narigheid dan in die derde week, in de vierde week kan je gewoon rustig afwachten en dingen naar je toe laten komen. En dat is ook belangrijk, weegschaal, dat je even ook de tijd neemt om achterover te leunen. Dat je dingen ook niet gaat forceren. Ook niet dingen gaat oplossen voor andere mensen. Dat voel ik ook. De weegschaal is toch een teken dat graag harmonie wil en graag dat alles goed is. En dus ook vaak dingen doet voor een ander. Hè, omdat ze willen dat die ander zich goed voelt. En daar kunnen mensen ook gebruik van maken. Dus kijk even of het daar misschien op slaat. Dat er niet te veel misbruik van je gemaakt wordt. Je gaat in ieder geval achteroverleunen. Dat is ook heel belangrijk. Misschien is dat ook een deel van de afsluiting. Dat je ook meer je energie voor jezelf gaat gebruiken. Weegschaal niet altijd voor andere mensen. In je liefdesleven, dat ziet er eigenlijk vrij goed uit. Pentagram 10 betekent voor de weegschaal, of je nu single bent of in een relatie, betekent gewoon dat je stabiel bent. Dus als je alleen bent, dan vind je het eigenlijk ook prima. Misschien ben je omringd door familie of vrienden, of heb je een goede groep mensen om je heen. Of misschien 1 persoon waar je goed contact mee hebt. Je voelt je in ieder geval stabiel, je voelt je goed in het single zijn. En als je in een relatie zit, dan gaat de relatie gewoon vrij stabiel en goed. En er zit er niet veel werk in. Het is meer van dat dingen gewoon gaan zoals ze gaan. Maar de laatste week, week 4 van december, ziet er juist heel mooi uit. Want het is een beetje een trappelende ridder van staven. Wat betekent dat de sfeer wat,
hoe zeg je dat, wat vuriger kan worden. Dus zowel voor de singles onder ons als degene die in een relatie zitten, kan het juist voor een opleving zorgen, op wat voor vlak dan ook. Maar ik denk wel gelijk aan het vuurteken staat voor de energie, voor de passie, dat het wel op dat vlak zal zijn. Dus kijk maar even als single zijnde wat er op je pad komt. En als je in een relatie zit, dan kan de relatie dus wat vuriger weer. Dan kan het weer een beetje opleven, wat ook heel fijn is. Ik zal ook nog een wijsheid van het orakel, een extra kaartje trekken. Van Colette Baron Reed. Ik hoop dat het zo een beetje te zien is. Ik denk dat ik beter zo kan zitten. Dan kunnen jullie in ieder geval goed zien. Maar deze kaart is, oh kijk, dat is voor de weegschaal, de yang. Dat is meer de mannelijke kant van de energie. Dus wat krachtiger optreden, wat vuriger. Wat ook mooi past bij deze twee stavenkaarten. Want dat is namelijk ook dat vurige, dat krachtige. Dus ik hoop zo dat je het een beetje kunnen zien. Ja. Zo. Dus kijk even hoe je dat vorm kan geven. Op wat voor manier je daar vorm aan kan geven. Dus misschien is dat ook wel de afsluiting. Dat je je afsluit. Dat je minder laat aantrekken wat andere mensen over je vinden in je omgeving. Maar dat je gewoon veel meer bij jezelf blijft. En veel vuriger erin gaat staan. Van nou, dit is voor mij, dit is mijn energie. En ik bepaal wat ik ermee ga doen. Dus het kan heel goed dat dat de afsluiting is voor de weegschaal. Voor in ieder geval het einde van het jaar. Nou, ik hoop dat jullie genoten hebben van deze video en hopelijk tot een volgende video.